In dit filmpje ga ik uitleggen hoe dat getallen opgeslagen worden in de computer. Wij zijn gewoon om te werken met het decimale talstelsel. Het decimale talstelsel krijgt zijn naam omdat we beschikking hebben over 10 verschillende cijfertjes, 0 tot 9. Maar de computer die werkt in het binair talstelsel. In een computer, in een geheugen of een harde schijf van een computer kan je enkel een 0 en een 1 gaan opslaan. Dus daarom spreken we over binair. De enige beschikbare cijfertjes zijn 0 tot 1. Maar bewerkingen in het binair taalstelsel werken nog altijd op dezelfde manier. Maar je moet er altijd rekening mee houden dat je in plaats van 10 cijfertjes maar 2 cijfertjes hebt. Hoe ga je in het decimale taalstel eentje optellen bij een getal? Wel, je gaat proberen om het meest rechtse cijfertje met 1 te verhogen. Dus hier hebben we 34. 4 is het laatste cijfertje. Er bestaat nog een cijfertje hoger dan 4, dat is 5. Dus 34 plus 1 is 35. Dat is het makkelijkste geval. Wat gebeurt er bij 59? We zien, onze cijfertjes zijn 0 tot 9. 9 is het hoogste cijfertje dat we tot onze beschikking hebben. Dus het laatste cijfertje nog maar eentje verhogen, dat lukt niet. Want er is geen hoger cijfertje tot onze beschikking. Wat is de oplossing? Wat doen we dagelijks? Dan zeggen we van, we maken het cijfertje op de laatste positie. Geven we terug het kleinst mogelijke cijfertje. Maar we gaan wel het cijfertje ervoor met eentje verhogen. 5 wordt 6. 59 plus 1 is 60. Wat gebeurt er bij 99? Hetzelfde. We proberen eerst het laatste cijfertje met 1 te verhogen, maar dat lukt niet. Dus gaan we het laatste cijfertje terug op 0 zetten. En we gaan het cijfertje ervoor met 1 verhogen. Maar dat cijfertje is ook al mee 1. Dus als we dat met 1 verhogen, lukt dat ook niet. Dus we gaan dat ook vervangen door 0. En we gaan dan het vorige cijfertje ervoor met 1 verhogen. En dat lukt wel. Er stond nog geen cijfertje, dus was het een 0. En daar maken we 1 van. Dus zo tellen we 1 op. Wel, in binair gaat dat net hetzelfde. Maar moeten we rekening houden met het feit dat 1 al het hoogste cijfertje is. Dus als we 1, 0, 0, 0 plus 1 doen, dan is dat geen probleem. Het laatste cijfertje is een 0. We kunnen dan nog met 1 verhogen. Er bestaat een cijfertje dat hoger is dan 0 in het binair. Dus dat is 1, 0, 0, 1. Wat gebeurt er als we 1, 0, 1, 0, 1 met 1 willen verhogen? Ja, dan zitten we hier al met een probleem. We moeten het laatste cijfertje met 1 verhogen, maar 1 is het grootste cijfertje in het binair taalstelsel. Dus dat laatste cijfertje maken we een 0 en we gaan proberen het cijfertje ervoor met 1 te verhogen. Dat lukt, want 0 heeft nog een cijfertje dat hoger is. En dan de andere cijfertjes die ervoor staan, mogen we gewoon overschrijven. 0, 0, 1, 1 plus 1 doen. Het laatste cijfertje plus 1, dat lukt niet. 1 is al het hoogste cijfertje, dus het laatste cijfertje maken we 0 en we proberen het cijfertje ervoor met 1 te verhogen. Maar hier hebben we weer hetzelfde, dat is ook al 1. Dus van die 1 maken we ook een 0. Proberen het cijfertje ervoor te verhogen en dat lukt nu wel. En dus vinden we 0, 1, 0, 0. En een cijfertje aftrekken of een eentje aftrekken werkt een beetje op dezelfde manier. In het decimaal talstelsel 34 min 1. We proberen het laatste cijfertje met eentje te verminderen. Dat lukt. Er is nog een cijfer kleiner dan 4, dat is 3. 40 min 1. Het laatste cijfertje met eentje verminderen lukt niet meer, want 0 is al het kleinste cijfertje dat we hebben. Dus moeten we, gaan we het laatste cijfertje, de 0, vervangen door het hoogste cijfertje dat we hebben, door 9. En gaan we het cijfertje ervoor met 1 verminderen. 4 min 3. 4 min 1 is 3. Wat gebeurt er bij 100? Wel, we proberen het laatste cijfertje met 1 te verminderen, maar dat lukt niet. Dus we vervangen dat door het hoogste cijfertje dat we hebben, dat is 9. En we gaan het cijfertje ervoor met 1 verminderen, maar dat lukt ook weer niet. Dus vervangen we dat cijfertje ook door een 9. Dus moeten we het cijfertje ernaast met 1 verminderen. 1 min 0 wordt 0 en een 0 vooraan in de digitale of decimale getallen, dat schrijven we niet. Binair hetzelfde. Als we van dit binair getalletje 1 willen aftrekken, proberen we het laatste cijfertje met 1 te verminderen. En dat lukt, want er is nog een cijfertje kleiner dan 1, namelijk 0. Dus vervangen we gewoon het laatste cijfertje door het cijfertje dat 1 minder is. Maar hier in dit geval is het laatste cijfertje al 0. Dat is het kleinst mogelijke cijfer dat je hebt, ook binair. Dus we gaan dat laatste cijfer vervangen door het hoogste cijfer in het binair taalstelsel, dat is 1. Maar dan moeten we het cijfertje ervoor met 1 verminderen. Wel, die 1 kunnen we met 1 verminderen, dat wordt 0.
En de twee nulletjes ervoor die blijven ook staan. En dan 1 0 0 0 min 1 doen. Wel, de 0 min 1, dat gaat niet. Dus we vervangen dat door 1. De 0 die ervoor staat, eentje afgerekend, lukt ook niet. Vervangen we ook door 1. De 0 die ervoor staat, ook eentje te midden maken, gaat ook niet. Vervangen we door 1. En uiteindelijk vinden we een positie waar dat er een 1 staat. En die kunnen we eentje kleiner maken. Die wordt 0. Zo ga je daarmee werken.